Mijn naam is Jeffrey Verkijk en ik ben lijsttrekker van GLP. Een partij die opgericht is om de Almere weer inspraak te geven en dat de huidige partijen dat aan te leren. Bijvoorbeeld door onze vergaderingen te houden in onder de zorgcentra en zo de ouderen te horen. Dit is slechts één van de vele punten die anders kunnen Almere. En GLP wil het daarvoor inzetten. Torenhoge huren voor een groot deel van de Almeerse burgers en ondernemers. Zorg die niet volledig voldoet aan alle hulpvragen van de mensen. En de gemeente Almere die met communicatie of ondersteuning slecht bereikbaar is. Maar over de verloren jaren maar te zwijgen. Ons winkelcentrum. Ook willen wij het Staatshart weer aantrekkelijk maken voor de kleine en grote ondernemers. Maar ook beter bereikbaar voor de mensen die slechte benen zijn. Ondernemers. Ook willen wij meer aandacht voor de vele ZZP's die Almere kent. Niet alleen faciliteiten voor het MKB, maar voor iedere ondernemer. Onderwijs. Verder is er veel te weinig aandacht gegeven aan onderwijs in Almere. Ik bedoel, al het onderwijs. Er zijn nog steeds zwakke basisscholen en het MBO moet beter presteren voor onze jongeren. De politieke markt. Wat ook anders mag, is de manier waarop de gemeente communiceert met haar burgers. We willen af van de politieke markt door buiten het stadhuis te komen en inspraakavond te houden met burgers waar ook daadwerkelijk iets gebeurt met wat u zegt. En de gemeente dient beter bereikbaar te zijn. De WMO en de zorg. Het WMO-beleid moet worden aangepast opdat meer mensen betere hulp ontvangen. De zorg wordt vaak ook onvolledig gegeven en goede zorgmaterialen worden weggegooid in plaats van hergebruikt. Groen. En niet te vergeten, het groen. GLP staat voor meer beplanting in de wijk en betere bescherming van de mooie natuurgebieden die Almere te bieden heeft. Dit is voor iedereens woongenot. Wilt u verandering in Almere en ziet u dat niet gebeuren met de huidige partijen? Stem dan 21 maart op de GLP, omdat het ook anders kan.